Het mes op de keel door Wim Oosterlink Ik durfde het nauwelijks te vragen. Ik dacht dat hij in een razernij het boek, het unieke exemplaar uit mijn handen zou rukken en voor mijn ogen in stukken zou scheuren. Dat hij mij briesend zou verwijten, mij uitschelde voor onbenul en broekscheiter en nietsnut en profiteur en andere krachttermen uit zijn onmetelijke schrijversbrein. Wilt u het boek signeren, meneer Brouwers? Zwetend met mijn rugzak en mijn te dikke jas stond ik op Het Andere Boek. Het Andere Boek was een alternatieve boekenbeurs, waarop de argeloze bezoeker belaagd werd door standhouders die op het politieke spectrum varieerden van zeer links tot nog meer links. Ondanks de naam Het Andere Boek lagen er grotendeels dezelfde boeken als op de grote boekenbeurs, maar dan vergezeld door folders van een duizendtal sociale en vrijzinnige organisaties. Hoe ik het mij herinner. De zaal waarin het gebeuren plaatsvond, was kleiner en licht bouwvalliger dan het toenmalige bouwcentrum waar de echte boekenbeurs plaatsvond. Het had iets van een parochiezaal waaruit de oorspronkelijke parochianen verjaagd waren en ketterse kooplieden hun plaats hadden ingenomen. Ook qua drank- en voedselvoorziening kon de alternatieve boekenbeurs niet tippen aan de echte. En dat was decennia geleden, lang voor op de boekenbeurs volledige self-service bevoorradingsdepartementen de plaats innamen van tientallen onschuldige uitgeverijtjes. Dit alles hield mij niet tegen om vanuit de bloemengemeente Locristi fiets, bus en trein te nemen naar Het Andere Boek, om daar tal van schrijvers live te gaan voorafgoden, Wat toen en nu nog steeds het primaire doel was van een boekenbeursbezoek. Topattractie dat jaar: Jeroen Brouwers, mijn favoriete schrijver. Na Bezonker Rood cadeau te hebben gekregen van een vriendin, was ik ijverig gestart met het aanleggen van een brouwersbibliotheek, die verschillende uitgaven van Bezonker Rood bevatte, maar ook krantenknipsels, eerste drukken, fotoboeken, compilaties, compilaties van compilaties, gelimiteerde uitgaven, verdwaald stuk trapleuning, afijn, alles wat er te vinden viel. Eén boek viel niet te vinden. Brouwers, officiële debuut. De verhalenbundel, het mes op de keel. De schrijver had zelf ergens geschreven dat het boek nu onvindbaar was. En gelukkig maar. Op knorrige wijze had hij dat gezegd. Humeurig. Het was wellicht niet bedoeld als uitdaging voor zijn fans, als challenge. Maar daar kwam het wel op neer. Ik kon geen boekenrek meer passeren zonder het mes op de keel te zoeken. Dat jaar was er buiten aan het andere boek een soort rommelmarkt georganiseerd. Verkopers van tweedehandse boeken konden er hun grief verpatsen aan het binnendruppelende publiek. Ik neusde in de bakken met boeken, scande tientallen uitgaven en plots bevroor ik. Mijn hand bleef steken bij een oud, klein boekje. De kaft leek wat geel uitgeslagen, maar het boek was in goede staat. De titel? Het mes op de keel. Ik ademde langzaam in en uit. Ik legde mijn hand traag op het boek en keek behoedzaam op zij. De gewetenloze horde brouwersfans die achter mijn rug likkenbaardend op zoek was naar unieke exemplaren uit het uiver van de meester kon elk moment haar bloed doorlopen ogen priemend op mijn schat leggen, maar het zou niet waar zijn. Niemand zou dit van mij afnemen. Het boek was van mij. Nog even de prijs controleren. Ik was er zeker van dat de boekhandelaar een exorbitant bedrag zou vragen. Ik bladerde naar de eerste bladzijde waarop in potlood de prijs stond: 400 Belgische frank, ongeveer 20 euro. De normale prijs voor een normaal boek, een schijntje voor deze zeldzame schat. Wellicht besefte de verkoper niet dat dit exemplaar uniek was, dat de schrijver, niets vermoedend achter ons in de zaal, het hoogst persoonlijk tot onvindbaar uitgeroepen had. Vlug haalde ik mijn portefeuille boven en betaalde, voor de verkoper de blik in mijn ogen zou zien, de horde zou opmerken, de schrijver zou spreken, alles begrijpen en het boek intrekken om het volgende week te verkopen aan het tienvoudige van de prijs. Daar stond ik, met mijn vondst in een klein papieren zakje, nu nog een handtekening. Ik worstelde mij door de mensenmassa langs de stand van de humanistische vrijzinnigen voorbij het tafeltje van Amnesty International tot de plek waar de schrijver stond. Jeroen Brouwers. Stilte en ontzag omringden hem. En folders van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk. Zou hij kwaad zijn als hij zijn debuut in mijn handen zag? Zou hij het rotboek door de zaal slingeren, mij vervloekend omwille van mijn domme idolatrie? Wilt u dit boek signeren, meneer Brouwers? Ach hier, zei de schrijver. Hij nam het boek aan, maakte geen aanstalten tot geweld noch vernieling, pakte zijn pen en schreef: Voor Wim Oosterlink, dit schamele debuut, dertig jaar later gesigneerd. Jeroen Brouwers.